Het behandelende expertisecentrum Jong en Kind is een samenwerking tussen het Jong en Kind team van Arcade Friesland en de medisch-orthopedagogische behandeling vanuit jeugdhulp. De reden voor deze samenwerking was dat we een deel overlappende kinderen in zorg hadden, waarbij we zagen dat kinderen eigenlijk in het verleden twee verschillende zorgtrajecten hadden die naast elkaar liepen of achter elkaar liepen, waarin eigenlijk de samenwerking niet optimaal was. En we wilden ook heel graag snel kunnen schakelen tussen verschillende bouwstenen, waarbij we nu het zo hebben georganiseerd dat we eigenlijk de zorg vanuit beide instellingen onder één dak hebben georganiseerd. En bij jonge kinderen lopen de verschillende ontwikkelingslijnen nog helemaal door elkaar. Dus we hebben daarin elkaar en elkaar specialisme ook nodig. Nee, onze rol is heel beperkt geweest. We hebben gefaciliteerd. Ja, en juist omdat mensen van jou en mensen van mij met elkaar samenwerken, ontstaat er veel meer expertise dan we elk los van elkaar hadden gehad. Ja, ja. En dat is En daarbovenop vind ik dan het leuke dat dit ontwikkelt wel door, maar het straalt ook uit en het helpt om andere projecten ook te laten ontstaan. Ja. Mensen voelen ruimte, zien dat dat gebeurt, dus iets anders mag ook gebeuren en zo ontstaat er waardevolle samenwerking. Alle kinderen die bij een van beide organisaties worden aangemeld, worden gezamenlijk gezien bij een eerste kennismakingsgesprek. Bij dit kennismakingsgesprek is een GZ-psycholoog aanwezig van zowel Arcade als jeugdhulp. Volgens de IMH-visie is het kind ook bij dat eerste gesprek aanwezig. De kennismaking bestaat uit drie delen. We inventariseren de hulpvraag en de reden van aanmelding. Daarnaast horen we ook graag van ouders wat er goed gaat. Er is vervolgens een ouder- en kindobservatie om een eerste indruk te krijgen van het kind in relatie tot zijn ouders. We bespreken vervolgens de eerste indruk en kijken met ouders of we een goed antwoord kunnen geven binnen het BEC op de vraag die er ligt. De verwijzer en voor ouders belangrijke personen zijn altijd welkom bij dit gesprek. Na de kennismaking wordt door het GZ-koppel een multidisciplinair team samengesteld. Leidend is daarbij wie nodig zijn om mee te denken over de hypotheses rondom de hulpvraag en het beeld van de problemen. Het team kan bestaan uit de gedragswetenschappers, orthopedagogische begeleider, ouderbegeleider, logopediste, fysiotherapeut, speltherapeut, kinderarts, kinderpsychiater, verpleegkundige. Damien en zijn ouders kwamen naar het BEC toen Damien ruim 3,5 jaar oud was. Een innemend mannetje met ouders die vol warmte en trots over hem konden vertellen. Damien praatte nog niet. Ja, wij zijn met Damien naar de peuterspeelzaal geweest. Die is met 3 jaar of zo begonnen. En hij sprak nog helemaal geen woord en maakte geen contact met ons. Dus toen zijn we via het consultatiebureau en Carla Voet van het jeugdteam mag Kaspelen, zijn we hierheen naar verwezen. Want hij zou hier dan begeleiding krijgen en één op één begeleiding. En misschien een test om te kijken waar zijn as wat specifiek was. Ouders wilden graag dat hij meer taal ging gebruiken en ook dat hij leerde luisteren. Dat hij contact kon leggen met andere mensen, andere kinderen, want hij speelde niet met andere kinderen. Dus dat moest gewoon iets zijn wat zou gaan verbeteren. En hopelijk ging praten natuurlijk, want dat was de voornaamste. Ze wilden met hem in contact komen, omdat hij zo op zichzelf gericht was. Een vis! Het is een vis. Een vis, hè? Ja. Ja. Mensen die wisten wat voor soort kindje het was natuurlijk. Hier zijn meerdere van die kindjes. En het was gewoon zo van, nou dat is Damien en niemand keek er raar van op. En niemand vond hem vreemd. Terwijl hij ergens anders komt, dan is het een vreemd jongetje. Zo wordt hij dan bekeken. En dat was hier absoluut niet zo. En het was ook echt zo van, nou wij kunnen daar wel wat mee. En terwijl ik zoiets had van, het zal allemaal wel. Maar het was dus echt zo. Binnen de diagnostiek kunnen verschillende onderdelen worden ingezet vanuit principes stepped care. We kijken wat er eerst nodig is om te weten en dat hoeft niet te betekenen dat alle onderdelen worden ingezet. Als eerste is de ontwikkeling van Damien samen met ouders in kaart gebracht, omdat het belangrijk is om een kind te zien binnen zijn eigen ontwikkeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om een beeld van een kind te krijgen in verschillende situaties. Hiervoor nemen we bijvoorbeeld contact op met school,
de peuterspeelzaal of de mentor van de behandelgroep binnen het BEC. Bij Damien is met ouders besproken dat hij op de behandelgroep zou komen. En dat we gingen kijken naar welke manieren van uitlok van contact en communicatie het beste bij hem passen. Bij Damien is de behandeling gericht geweest op taal en communicatie. Hij maakte dingen duidelijk door dingen aan te wijzen of pakte ons bij de hand en nam ons mee naar wat hij wilde. En gaandeweg is PRT ingezet en vanuit de PRT hebben we Damien gestimuleerd om taal te gaan gebruiken. De PRT-training die was ook gewoon echt super geweldig, want hij daar ging voor het praten en hij is begonnen en hij sprak nog geen woord. En het was misschien een maandje later en een kwartje viel en hij ging los. Oeh, zijn de koeien, hè? En ik heb ook de dino's meegenomen. Wauw. Zeg maar Tino. Zeg maar Tino. Wat is dat? Zeg maar Dino. Maar je zegt een Dino. Zeg maar Tino. Kio. Goed zo, alsjeblieft. Goed gezegd. Kan je? We zagen bij Damien dat hij ongeveer na een maand meer taal ging gebruiken. En ik ook ging ontdekken wat het nut ervan was. We steken in op een ambulant traject. Dit kan door het bieden van behandeling thuis of op school of bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal. Hier kunnen verschillende disciplines behandeling bieden. Er is ook een specialistische behandelgroep. Er zijn verschillende vormen van oudertraining of interactiebegeleiding. Je hebt een breder aanbod van hulpverlening. En wat daar heel mooi van is, is dat je dan heel goed naar ieder gezin en elke ouder kan kijken. En kijken van maar wat sluit aan bij dit gezin, wat sluit aan bij deze ouders. En dan kan kiezen wat het beste past. En je leert ook heel erg van elkaar. En de PRT was voor Jeugd op Friesland nieuw. En nu passen we de PRT-principes ook waar mogelijk toe op de groep. Dus je krijgt een hele mooie combinatie van zowel thuis als op de groep aan dezelfde doelen werken. Dus dat werkt heel mooi. Het BEC Jonge Kind heeft een breed palet aan bewezen effectieve behandelingen. Verder is het zo dat we werken vanuit de Infant Mental Health visie. Dat betekent dat kinderen zich ontwikkelen in relatie met hun ouders. Dus we hebben de ouders heel hard nodig voor de diagnostiek en de behandeling. Dat we kijken naar waar het licht kan, dus bijvoorbeeld in een ambulante behandeling. En dat we, waar we het zwaar aan zetten en specialistisch doen als het nodig is. Dat in 9 maanden, dat is echt een openbaring zoals dat gaat. Ja. Dat gaat zo snel. Terwijl we echt van tevoren iets hadden van dat gaat nooit lukken. Want dat praat ook, hij zei helemaal niks voordat hij hier kwam. En nou ineens begint hij dan, binnen de kortste keren begon hij echt woordjes te zeggen. En nou zijn het al hele zinnen die hij zegt. De meerwaarde van de samenwerking vind ik voor een groot deel dat we op deze locatie aanwezig zijn en daardoor makkelijk met onze collega's kunnen overleggen. Bijvoorbeeld dat je ouders begeleidt, maar tegelijkertijd een kind hier op de groep zit of op school wordt begeleid. Waardoor je dus gewoon kan kijken, wat hebben ouders nodig om thuis hun kind te ondersteunen. Maar aan de andere kant ook kunt kijken van wat sluit er op de groep aan, hè? Wat lukt al. Waardoor je sneller thuis ook tot oplossingen komen of tot mogelijkheden wat voor dit kind nodig is en wat passend is. Dat is juist heel fijn, want er zijn zoveel dingen die je bij je kindjes meekrijgt. Je hebt therapie, je hebt logopedie, hier de PRT-training. Als hij hier nou gewoon op een groep had gezeten en alles buiten die groep om had gemoeten, dan blijf je heen en weer vliegen met het kindje. En dat is voor hem niet leuk, want dat vindt hij niet leuk. En hier was het gewoon, je gaat naar school, zoals we dat zeiden. En daar werd gewoon alles ingepast, ook in diezelfde tijden. En dat is gewoon ideaal. Kan niet beter.